hele goede morgen. Het is zondag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik kwam er lekker soepel uit. Nee. Chick is ook wakker. Ja, aangekleed. Gaan boodschappen doen. En daarna ga ik wachten tot mijn dikke smoel wegtrekt. Wat is dat toch met dat oog, jongens? Niet te doen. Maar goed. Gastie Lolly. Ah nee, zal ik nog even mijn leuke outfit laten zien? Wij zijn gehuld in een vest met een topje, een korte broek en een paar fila schoenen. En sokken. Wat heb jij aan? Wakker ding van me. Zij heeft een leuk pakje van de Primark aan. Met zwarte sokken. En hele charmante slippers. Go girl! Ja. En we gaan weer gezellig dus nou boodschapjes doen. Nodig. Er staat best wel een windje. Ja. Mag ik even van je kant? In de korte broek. Ja, zo. Dankjewel. Fijn meid. Wakker. Ja. En we zijn even bij de Primark geweest. Een ras heb even korte broek en een rokje. En een pakje. Dat heb Nio ook. Dat heb ze nu geleend van Nio. Dus ik heb er zelf maar een gekocht. En een broekpak voor madame. Dus en ik heb een shirt gekocht. Gewoon zo'n lekker losse shirt. En nog een... Ja. Ik weet niet wat voor kleur het is. Nou, leuk shirt. En weer van die topjes, waar ik er al tig van heb. Maar ik kan ze gewoon niet laten liggen, want ik woon in die dingen. Ja, en een beauty blender. That's it. Mijn kipje gaat lekker de oven in. Dan ga ik lekker opeten dadelijk, een beetje sla. Want ik had mijn lesje al geleerd gisteren met pizza. Mm. Oh, hier ga ik echt van genieten. Heerlijk. Een hele goede middag. Ja, het is dinsdag, 1 uur. Met dit hooikoorts smoeltje. Want we zijn erachter dat mijn smoel is opgezet. Dus door de hooikoorts. Top, geniaal. Lunch gehaald. Oftewel shitload aan vis. Haring, kibbeling, slaartje, zalm. Ik heb ook wat pek in. Dus vreetjemaraak.nl. Dat ga ik even lekker opeten. En dan ga ik even chillen. Ik heb niet zo'n goede nacht gehad. Nee, echt niet. Zal weer door de kip zijn gekomen gisteren. Zal het niet zo wezen. Dus, maar ik ga het eerst even lunchen en meiden zijn ook vroeg vrij, dus. Hallo allemaal, ben ik weer. Nu vlog ik weer heel eventjes. Dus ja, nou, ga ik even mijn dagje vertellen hoe die tot nu toe is verlopen. Begon vandaag pas om 10:30. Ik had vandaag toetsweek. Het ging best wel goed, alleen biologie was wel best wel lastig. Dus ging alles wel goed. Ik ben nu weer thuis. Lag lekker even op de bank film te kijken. Nou, film, niet film, maar ik had mijn serie opgenomen, Hawaii 5-0. Die komt elke zondagavond. Maar ik ben meestal 9:45 thuis en het begint al om 9:30. Dus neem ik het maar op. Dat ben ik nu even terug aan het kijken en met mijn voet omhoog leggen, want ik heb mijn knieën een beetje aan het irriteren en een beetje last van mijn enkel. Maar ja, verder gaat alles goed. En dat was het al een beetje tot nu toe. Ja, dadelijk weer verder leren voor morgen, want morgen heb ik weer de volgende toetsdag. Dus ja, dat was het al een beetje. Dus ja, zie jullie dadelijk. Doeg! Oh, we gaan koken. Ik eet English burgers. Frittata heb ik gemaakt. En dan eet ik tosties. Top. Ik denk, laat ik eens gek doen. Ik laat vlogs afsluiten. Wat ik al 10 keer elke keer vergeet. Zo, ik knip af en toe mijn ogen, want die doen zeer. Ah, leuk hooikort. Morgen heb ik weer zulke kijkers. Hebben jullie hooikort? Ah. Oh.
verschrikkelijk. Dus ik ben niet veel gevlogd vandaag, maar ik ben zo druk met andere dingen en blogpost maken voor de site om vast vooruit te werken. Omdat ik daar natuurlijk met die meiden vakantie heb. Ja, dan ga ik niet de hele dag achter de computer zitten, dat kan ik niet maken. Met ze opgerold zijn, maar was dus natuurlijk een plakkertje bij mama, dus die zit vaak genoeg omheen. En ik wil zelf ook nog leuke dingen doen in de vakantie, natuurlijk dan alleen maar typen. Alhoewel ik het onwijs leuk vind. En nee, ik zal echt niet over HelloFresh beginnen. Fuck. Ben ik nou de enige die zich daaraan irriteert? Overal zie je HelloFresh. Het is bij mij HelloFresh, nee, Hello Irritatie. Ja. Wat vinden jullie van HelloFresh? Ik vind het een leuk concept hoor, maar ik vind het belachelijk duur. Als ze het waar voor ons gezin moeten doen, niet te doen man. We hebben een doos per persoon nodig. Ja, we zijn grote eters. Dus ja, dus daar zou je geen blogpost over vinden in ieder geval. Als er verder nog suggesties zijn van nou ja, dat vinden we wel leuk. Of we willen nog een receptje of we willen dit nog. Zet het even in de comment. Leuk, dan heb ik ook wat meer inspiratie. Dus ik ga douchen, want die pruik moet gewassen worden. Ik wil lekker in de tuin gaan zitten vandaag en mijn eigen helemaal kapot zweet. Maar zit met dat wespennest waar we gisteren al vuurwerk in hebben gegooid. En dicht hebben gegooid, maar ja, er vlogen er toch een paar omheen vanmorgen vanmiddag. Ik dacht, nou, als ik nou gestoken word, niet te doen. Dus toen ben ik maar weer naar binnen gegaan, dus dat is ook kut. Dus ja, hopelijk morgen dan. Morgen heb ik een rapportgesprek bij Rasje op school, dinsdag. Maar ja, dat maakt me eigenlijk niet druk om. Het gaat hartstikke goed met die tut. En die heeft de toetsweek natuurlijk. Die heeft vandaag de eerste twee toetsen gehad. Ging wel goed, maar ze vond ze wel pittig. Dus ja. Oh, en ik moet nog een update voor project aanmaken. Ook dat nog. Maar ja, dit hoofd. Ja, moet je scheid in hebben, weet ik. Maar toch. Dus, deze moeder gaat douchen. En dan een beetje opruimen en even spulletjes klaarleggen voor school morgen. En dan ga ik naar bed. Ja, morgen hoek ik vroeg uit. Ik ga Rasje aan school brengen. Dus, bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen, Bubby Dikke Oog. Je ziet er steeds beter uit. Deze chicks zijn ook wakker. Hallo. Hallo. Gast op die lolly. Een goede morgen is het nog. Wam. Het is geen hooikoorts, het is geen eczeem, het is mijn albumine die te laag is. Eiwitten dus. En dan ga je er dus zo uitzien. Alles wordt opgezwollen. En vorige week stond alles nog redelijk. Nou ja, albumine was aan de lage kant, maar dat het dan in één week weer zo naar beneden kan tiefden. Ik heb je niet blij, hè. Dus het is nu 11:45. Ik ga even twee pasta sausen maken, want ik moet dadelijk na een gesprek bij Ras op school. En hij is vakantie. We hadden gisteren ook even issues mee. Die kwam met een bloedneus. Nou, heel mijn huis lag vol. Ik wil een crime scene en investigation. Dus ja, die moet even rustig aan doen. Komt ook door het warme weer natuurlijk. Dus ik ga de keuken in.
tijd heb ik macaroni gemaakt of pasta voor mij en Nio. Kip voor Roon en Ras. En dan staat hier de macaroni voor Roon en Ras. Ik ben klaar. Ik hoef het eigenlijk alleen maar op te warmen. Top. Het is ook lang geleden dat ik dit heb gedaan. Maar ik en mama zijn net terug van mijn rapportgesprek. En het is wel eigenlijk goed gegaan. Want ik heb voor mijn diploma heb ik een 8 gehad. Ja, dat is eigenlijk voor mijn examen diploma. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Hé, mam? Ben jij blij? Ja, super trots. Nou, mooi. Ik had ook hele goede cijfers. Ja, dat weet ik nou. En ik heb al mijn bewijzen gehaald die ik moest halen. Dus ik ga over naar de tweede. Zie! Yo! Dus ja, we zijn allemaal heel blij. En ik heb mijn mannetje even verwend. Ik zal het ook laten zien. En we hebben lekker aardbeidjes. Nou, lekker. Het is lekker. En dit hebben we voor de hubby geshopt. En daar is hij er blij mee. Ik ook trouwens. Ik vind ze wel gaaf. Ik vind die echt onwijs leuk. En ik ga bij deze ook gelijk het dikke hoofd en al de vlog afsluiten. Ja. Lekker ongegeneerd, zegt het goed. Gewoon is stront verkouden, ook dat nog. Dus. Ja, ze staan te lullen. Hallo. Ze staan gewoon een vlog in te lullen hoor dan, maar te blaren. Dus, hey, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye bye.